Op de Grote Heide in Hezen, nabij de A2 en de grens met Waalre, is zondagmiddag 1,5 hectare heide en buntgras verloren gegaan. De brand werd al snel opgeschaald naar zeer groot, vanwege problemen met de watertoevoer in het gebied. Een watertankwagen van de brandweer was op een kritiek moment vast komen te zitten in het mullenzand. Rond 6:30 werd zijn brandmeester gegeven. Aanvankelijk leek de brand vlak bij de hut van Mie Pils in Waalre te zijn, maar later bleek het vuur iets verder weg op de Grote Heide, net over de gemeentegrens in Hezen te branden. De brandweer was nog enige tijd bezig met het nablussen. Er zijn 4+1-eenheden en loonwerkers ingezet om te helpen de brand te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.